ben vandaag op wielrecht voor de benefietdag voor Sarah. Sarah is een meisje van 3 die een hele zeldzame spierziekte heeft, waarvoor helaas nog geen medicijn of onderzoek bekend is. Daarom hebben ouders de Stichting voor Sarah opgericht om geld in te zamelen om deze onderzoeken alsnog te kunnen laten plaatsvinden. Er gaat vandaag een hele grote groep mensen wielrennen, er worden wedstrijden gespeeld, er wordt van alles gedaan, allemaal om geld in te zamelen voor Sarah. Ik vind het werkelijk een fantastisch gezicht dat jullie allemaal in hetzelfde tenue lopen, dat overal het logo van Sarah te zien is. Het ziet er gewoon super kick uit. Ik wil jullie allemaal gewoon heel veel succes wensen. Iedereen super bedankt sowieso dat jullie dit allemaal doen. Voor Sarah en voor al die andere kinderen met de zeldzame spierziekte. Maak er wat moois van. Heel veel succes. Hier achter mij zijn de eerste mensen aan het starten. Ze gaan 100 kilometer fietsen. Iedereen legt €100 in. En het is gelukkig net droog. Iedereen is er klaar voor. Success! Benefiet toernooi voor Sarah. Ik zie super veel bekenden. Ja, we weten allemaal waar we het voor doen. Het onderzoek dat al wel gestart is, maar zo snel mogelijk nog meer waard ook af kunnen laten maken. Ik hoop dat we gewoon een heel sportief toernooi van gaan maken. Hier achter mij wordt nu ook een gravity workshop gegeven. Sarah, wat vind je ervan? Mooi hè? Goed gedaan! Hoe ging het? Ja, top. Goed? We hebben een beetje race gehad. Oké. Ik zeggen, het was echt volle bakken. Lekker! Yes! We zijn inmiddels een paar uur verder en de finale wordt nu gespeeld door de teams. Hier achter mij zijn ze ook nu echt een kunstwerk aan het maken van de graffiti muur. En al met al is het al een hele geslaagde dag. Straks komt ook nog lekker een barbecue. Maar vandaag gaan we denk ik zelfs over de €10.000 heen. We gaan alles nog tellen, we gaan alles nog helemaal uitrekenen. Maar ik kan vandaag nu al bekendmaken dat we dankzij al die organisatoren, dankzij iedereen die hier zo keihard voor gewerkt heeft, al die vrijwilligers, en dankzij jullie dus, over de 3 ton heen zijn gegaan. Ruim over de 3 ton heen gegaan en dat is weer een gigantische mijlpaal waar ik echt super trots op ben. Dus ik wil jullie allemaal super bedanken. Wieldrecht uiteraard als club. Het is heel bijzonder dat je een club hebt waar iedereen zo voor elkaar klaar staat. Pas op de moeilijke momenten in je leven merk je wie je echte vrienden zijn. En dan zie je opeens al deze mensen staan en daar kan je heel dankbaar voor zijn. Ik spreek ook echt Miles en Mino, die staat hier weer helemaal achter mij. Maar dat staat ze letterlijk en figuurlijk altijd. Dus,